Beste kijker, voor de wekelijkse BNP Paribas Turbo aanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u mee naar de dagkaart van Adyen. Ik vertel natuurlijk geen nieuws dat we recent een enorme berendruk hebben gezien, een enorme vrije koersval tot niveaus rond 800 aan toe. En dat ging gepaard met behoorlijk wat negativiteit, zware overspannenheid, gelet op de MRI candles en de RSI. Die stuurden alweer aan op wat bodemvorming als opmaat voor een rebound. Alleen het duurde een paar dagen voordat de bulls dat in de gaten hadden. Voordat de bulls in de gaten hadden wat wij van hen verwachten. En daar komt dan vandaag gelukkig een verandering in. Met andere woorden, een derde witte candeltje op rij. Vandaag met de swingteller op een plus 1 standje. De RSI gaf al eerder een OS upcross. Dus een reële kans op een turbo long positie, beter gezegd een turbo rebound positie, want de kans groeit aanzienlijk dat vanaf de niveaus rond 7,54, 7,55 een interessante en spannende rebound van start kan gaan richting de Fibo grid. En de eerste lijn van die grid die ligt pas op ruim 1000 punten, krap 1100. En dat behelst een opwaarts potentieel van maar liefst bijna 35%. Als je dan de stop aanhoudt op 7,54, dan kun je zien dat dat samen met dat opwaartspotentieel een uitstekende risk-reward verhouding met zich meebrengt. En dat is natuurlijk altijd interessant als je met turbo's aan de slag gaat. En in dit geval betekent het dat je met een redelijk hoge hefboom kunt gaan werken. Hefboom 4.55 en het is de Turbo Long 672.17. Ik heb de ISIN-code erbij vermeld zodat u snel kunt handelen. Met andere woorden, zolang de koers boven 7.55, 7.60 blijft bewegen en er witte candles worden geproduceerd in combinatie met een mooie oplopende swingteller, is een rebound naar 1085 het meest waarschijnlijke scenario. En dus is dat interessant voor de countertrendspelers en de koopjesjagers om daarvan te profiteren met de genoemde turbo. Ik wens u daarbij veel succes.